Wie doet als eerste het openingsbod? Stel, je hebt bijna je droombaan te pakken. Je moet alleen nog onderhandelen over je salaris. Wat is dan wijsheid? Als eerste een openingsbod doen of juist niet? In heel veel literatuur staat beschreven dat het goed is om als eerste een openingsbod te doen. Want daarmee ben je in de lead, noem je al een tarief en sla je een piketpaaltje waarmee duidelijk afgebakend wordt: dit is de richting waarin ik denk. Je verankert als het ware dat salaris als een soort norm bij de onderhandelingen. En als je die hoog inzet, heb je daarna makkelijker, ook al zal je daarna iets moeten zakken. Het moet wel een goed verdedigbaar bod zijn. Als het onrealistisch is, maak je jezelf ook ongeloofwaardig. Dus kijk dan naar het best verdedigbare bod. Maar in sommige onderhandelingssituaties is het helemaal niet verstandig om al te beginnen met een openingsbod. Omdat je bijvoorbeeld helemaal niet weet wat nou een goede prijs is. Er zijn situaties waarin je juist niet de vuistregel moet toepassen om als eerste een openingsbod te doen. In een situatie waarin je niet goed weet hoeveel geld kan ik precies vragen, wat is een realistisch bedrag, is het juist goed om als eerste de ander een openingsbod te laten doen. Een cursiste vertelde mij dat ze direct van dat idee al heel veel profijt heeft gehad, omdat ze de ander als eerste vroeg om een openingsbod te doen. De baas vroeg aan haar: welk bedrag had jij in gedachten? Ze vroeg: ik ben eerder benieuwd naar het bedrag dat jullie willen bieden. Hij noemde zijn bedrag. Zij zei akkoord en ze had een veel hoger bedrag gekregen dan ze zelf had bedacht dat mogelijk was. Daar heeft ze nu nog elke maand veel plezier van, omdat ze een veel hoger salaris krijgt dan ze zelf eigenlijk in instantie zelfs nodig had gevonden. Helaas had ze een tweede vuistregel helemaal vergeten. En die luidt: accepteer nooit het eerste bod. Ze had dus zelfs een nog hoger salaris kunnen krijgen. Maar goed, dat had ze dan geleerd op dag 2 van de cursus.